Stefan van der Gracht. Een wedstrijd breuken, kansen, maar de bal wilde niet vallen. Nee, ja, je bent eigenlijk, denk 80%, 90% op hun helft geweest. Alleen de bal wou er niet in. Dat is dus heel zuur puntenverlies. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Hoe is het om als Oranje om nu tegen heel gesloten teams te spelen? Tweede maal dat jullie dat meemaken. Dit keer lukt het dan net niet. Jullie worden heel anders aangepakt. Ja, ze spelen natuurlijk tegen de Europese kampioen. Je weet dat ze verdedigend gaan spelen en dat ze de bus voor de goal gaan parkeren. Ja, dan moet je mee leren spelen, want dat gaat vaker gebeuren. Ja. Ja, andere kant, er is nog altijd niks aan de hand. Jullie staan nog 2 punten voor Noorwegen. Als we dan het jaar positief willen afsluiten, jullie zijn Europees kampioen. Dat is toch wat moet blijven tellen voor dit jaar. Ja, tuurlijk. Dat heb je in je achterhoofd. Alleen, ik denk dat vanavond gewoon de teleurstelling groot is. Omdat we hier punten hebben laten liggen. En het belangrijkste was dat we gingen winnen. En dat heb je niet gedaan. We hebben wel een punt. En nu is het zaak om de rest van de wedstrijden te winnen. Maar om te eindigen, het publiek staat nog altijd positief achter Oranje. En ja. Het zal zo blijven. Ja, zeker. Dat merk je. Het is echt een 12e man voor ons. Ze moeten ook blijven naar het stadion komen. Ik zou zeggen, kop op en tot de volgende. Komt goed. Dank je. Dankjewel.